Goedendag, dames en heren, en welkom weer. Ik hoop dat jullie mij zien. Ik heb een beetje een harde hoofd in. Dat zal niet veel schelen. Welkom. Allereerst bedankt voor 5000 abonnees. Het heeft blijkbaar gewerkt dat ik vooraf aan de video vroeg van... Vergeet niet te abonneren en te liken. Dus bij deze weer, vergeet niet te abonneren, want heel veel van jullie die kijken zijn niet geabonneerd. Maak dus ook even een profiel aan. Hier op YouTube. Kost bijna geen moeite en kost je geen reet. Dus, vergeet dat niet te doen. Nou, wat zijn we aan het doen? Je hebt waarschijnlijk al gezien achter me. We zijn weer aan het soort bemesten. Ik heb weer tank gehuurd. En ik heb toch al regelmatig loonwerk laten doen. En waarom wij dat dit jaar dan niet doen? Nou, allereerst uit kostenoogpunt. Kijk, loonwerk komt en die mag een mooi materiaal natuurlijk. En groot materiaal en daar kun je ontzettend mee opschieten. En in 2 dagen heb je alles gehad. Maar er komt er ook een factuurtje achteraan. Ja. Ik heb al eerder gezegd dat... Dat in de melkveehouderij nou nog niet bepaald een vetpot is. Dus ik heb er nou in voor, ik heb uitgerekend laatst, ik meen 1,50 euro inclusief. Dus de huur van de tank en inclusief brandstof. Daar heb ik ook geen loonwerk voor. Tenminste, niet dat ik weet. 1,50 euro per kub, hè. Dus dat is een van de redenen. Een andere reden is, Marijn loopt in stage. Dus we zijn daar met 2 man. Het is niet zo dat we geen ander werk hebben. Maar het is ook niet zo dat, dat we hier helemaal geen tijd voor hebben. Dus Marijn heeft een beetje zorg, mensen vooral bij huis. En we zijn nu aan de andere kant van de weg bezig, zou ik dat dan doen. Dat kan ook, zoals het ook is. En ik heb dus die tank gehuurd, die zit achter de TSA. En onze eigen veenhuistank zit achter de 6635. En die is een kuub kleiner dan de eerste tank. Maar goed, Marijn heeft weer een tankje meer, pompen zo meteen over. Dat scheelt mij een keer heen en weer rijden. Nou, had ik de drone nog even in de lucht willen? Even met de drone in de lucht gewild. Maar het lijkt een beetje op regen. Het ding is nog niet bepaald bestand tegen water. Dus ik kijk het even aan. Misschien doe ik het wel, misschien doe ik het niet. Maar ja, dat zie je dan vanzelf. Hè? Vraag laatst op een video was van hoe hard rij je nou? Nou, ik rijd nou zo'n beetje 12,5 km per uur. Ik heb de tank, deze tank heeft een warmpomp met een versnellingsbak. 5 versnellingen, ik sta nu bij het injecteren op versnelling 4 en dan rijd ik 12,5 km per uur. En dan haal ik zo'n beetje 25 kuub per hectare. Dat is zo'n beetje het idee. Je kunt natuurlijk de tank wat langzamer zetten, dan moet je zelf ook langzamer rijden, maar dit gaat prima. Het is hier niet nat, alhoewel de boven de toppenlaag wel iets vettig is. Er is ook regen voorspeld voor morgen. Nou, het is eigenlijk, ik weet dat er heel veel collega's zijn die SWR zeggen van rondom met die regen. Maar ik ben er ook wel weer blij mee. Het is nog niet zo dat die nou al stoft. Zo is het ook nog niet. Maar regen ben ik altijd blij mee. Wat dan maar dan. En we zijn hier.
die dag het toch niet weer echt ging doen, hè? Nou, dan gaan we weer. Ik heb even een tankje bij huis gehaald. Nu zit er een beetje raar bij. Maar ik heb nog steeds mijn statief gepakt, ik heb nog steeds geen andere. Geluid was redelijk. Hoorde ik op de zomer de laatste video. De laatste video ging natuurlijk over die waterbakken. Nou, water is ondertussen, we hebben het, even denken, dat was afgelopen maandag hebben we dat gedaan. Dus jullie zien dit nou. Jullie zien dit zondag. Dus daar staan morgen een week terug. Twee weken terug. Toen hebben we gedaan, hebben we zaterdag nog een keer weer gedaan. Toen kwam er ook wel wat rossen, maar lang niet zoveel. Dus die bakken zijn wel weer goed schoon. Iemand merkte terecht op van je moet de vlokjes nog schoonmaken en de bakken nog schoonmaken. Dat hebben we allemaal gedaan, ook zaterdag. Gewoon met een zeepsopje en een borstel. Dat ging prima. Dus het water is wel redelijk goed schoon. Het is er niet zo dat de koeien er zich nou helemaal over de kop geven qua melk, maar dat duurt natuurlijk een tijdje. Maar ik kan wel zien dat de opname is van het water is wel beter. Ja, hoe zie je dat nou? Ja, hoe zie je dat nou? Ja, dat zie ik gewoon. Ik ga het je niet uitleggen, dat zie ik gewoon. Dus dat. Dan hebben we nog de. Wat nog meer? Oh, de stickers hier op de trekker. Mensen zeggen je moet de stickers opplakken en dat is die origineel en bla bla bla. Klopt allemaal. En ik vind het is niet zo dat ik stickers lelijk vind. Normaal niet. Maar het vervelende van stickers is dat ze. Op een gegeven moment droogt dat uit, die lijm of zo, en dan krult dat om. En ik had er in het verleden al een keer een stuk afgedaan van die stickers. En ik heb er wel geen zin meer in om dat weer te hebben. Dus ik laat het mooi zo. Ik wil dat om de kosten hoef ik niet te laten, maar ik laat het mooi zo. Ik vind het prima zo, niks mis mee. Dan aan de nu is iedereen zo langzaam maar allemaal afgehaakt, denk ik. De meeste kijkers, dan ga ik nog een klein stukje politiek bedrijven. En het eerste waar ik het over hem wilde is van de week, of afgelopen week, gooide de LTO de knuppel in het hoenderhok te zeggen van nou, we gaan een stuk Noordzee inpolderen en dan gaan we een landbouwgrond van maken. Gaat dat nou ooit gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Maar het idee aan zich is niet slecht. Iedere gek en zijn broer die gooit een plan de wereld in, wat meestal ons de ruimte kost en waar wij meestal als landbouw heel slecht van afkomen. En die komt dan vaak met een of ander raar plan, komt ze vaak aan heel eind. Dus waarom zouden wij daar geen rare plan hebben? Je zou bijvoorbeeld ook de Noordzee kunnen inpolderen om daar bijvoorbeeld zonnepanelen op te zetten, want daar is iedereen druk mee. Dus, is dat zo'n gek idee van LTO? Nee, het is geen gek idee van LTO. Nou, natuurlijk ook nog de verkiezingen. U ziet het zondag, dus vandaag is dan de 14e. Voor jullie is dan de 14e. En voor mij is het vandaag de 9e. Maar voor jullie is dan de 14e. Dus over twee dagen mogen we stemmen. Drie dagen. De 17e. Yes. Ik heb mijn leven lang CDA gestemd. Ik heb er normaal geen geheim bij. Was van oorsprong natuurlijk altijd boerenpartij, maar is er heel lang niet meer. Jammer CDA-stemmers, maar is er al heel lang niet meer. Nou ja, links gaan we natuurlijk helemaal niet over hebben. ChristenUnie, er zijn heel veel mensen nog binnen landbouw. Die zijn christelijk, ben ik zelf ook. En die stemmen aan de ChristenUnie, want daar staat christelijk en de SGP is daar eigenlijk te zwaar. Dan kun je dan beter SGP stemmen, dames en heren. Maar ChristenUnie is gewoon zo links als de pest. En hebben we al gezien met dat mevrouw Schouten, die heeft gewoon de hele landbouw verkocht. Vandaag was op het nieuws. Dat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de stikstofwet. Nou, lekker dan. Voor sommige mensen kan het trouwens wel, sommige boeren kan het natuurlijk wel een uitkomst zijn. Hè? Als je stikstof lekker duur kunt verkopen aan een bouwbedrijf, ga vooral je gang. Je houdt je zeker nog niet tegen. Maar het is wel stikstofruimte die weer verdwijnt uit landbouw. En die houdt zo 1, 2, 3 niet terug. Maar goed, ik ga naar BBB stemmen. Omdat ik vind dat. We zijn niet alleen op platteland als boer zijnde. Wacht even. Die vatten die achterblijven vanuit die slang,
een beetje, dat droog wel op. Rossen we volgend jaar, volgende week een keer overheen met de wijkersnee, ben ik ook weer kwijt. Is het mooi? Nee. Is het een ramp? Nee. Goed, waar is het gebleven? BBB. Boerburgerbelang. Wij zijn niet alleen op het platteland hier. Er wonen natuurlijk heel veel ook burgers op het platteland. En ja, men ziet toch overal grote zonneparken voor zich en weet ik allemaal wat die meer zijn, wat voor ellende. En dan moet het allemaal op goede landbouwgrond. En als je in het buitengebied woont, als burger zijn en je hebt een mooie woning, die is al een paar cent waard natuurlijk, want ja, woningen zijn al eenmaal veel waard in het buitengebied. En je krijgt in één keer zo'n zonnepark voor je deur. Ik kan me best voorstellen dat er niet zo heel erg gelukkig van wordt, zo weet ik niet wat. Dus het platteland wordt in Den Haag nog al eens een keer vergeten. Dus vandaar stem ik BBB in. Ik denk, ja, ze zullen waarschijnlijk wel één of twee zetels halen. Heel veel mensen komen er wel op uit. Ik had een vriend van mij die woont minder in de stad, woont minder in Enschede. En die had ook de stemwijze gedaan. Die kwam ook uit op BBB. Dus Martijn, als je kijkt, ik weet dat je kijkt, stem gewoon BBB, geen gelul. Dus nou ja. Ik heb er weer van alles bij de kop gehad. Het ondertitel wordt weer een drama, maar dat duurt natuurlijk weer drie langer, drie korter. Dus het zal wel weer zondagavond 10 uur zijn voordat hij klaar is. Maar goed, het zij zo. Ik heb van alles weer behandeld. We zijn nog steeds met de mest bezig, zijn bijna klaar nog. Ik denk dat het schat nog zo'n hectare of 4 om en nabij. Ik heb nog een paar stukken die ik wil. Waar ik nu geen mest op gedaan heb, maar die wil ik nog doodspuiten en herinzaaien. En als je dan met al die scheefjes, al die kweekplantjes die daar groeien, kweekgrasplantjes die daar groeien, aan me doorsnijdt, dan heb je veel meer. Want voor degene die het niet weet, als je kweek, zo'n witte lange wortel uit de grond is, kweekgras, als je dat door mensen snijdt, dan heb je niet één dode, nee, dan heb je twee levende. Dus dan krijg je veel meer, dus daar is die gauw dus eerst doodspuiten en niet eerst meer creëren. Vandaar. Maar goed, we hebben nog geen voldoende temperatuur daarvoor. Ik heb de tank wel leeg. Ik ga weer een ritje maken naar huis. Tank die volop halen. Voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij op Facebook en Instagram. Oh ja, en abonneren, doe dat gewoon, want ik had, ik geloof in één klap naar de vorige video, dikke 130 abonnees er in één keer bij. En dat vind ik wel leuk. Dus, als je niet geabonneerd bent, dan abonneer. Als je geen profiel hebt, maak een profiel aan, het kost je geen fluit. En je kunt gewoon, als je naar het belletje dan nog aanklikt, dan zie je zo gauw ik een video upload. Dan krijg je dan meteen een notificatie op de telefoon en dan kun je meteen kijken. En dan kun je zien wat doet die mafklapper daar aan vieren, wat doet die, is die vandaag weer aan het doen. Dus, vergeet het duimpje omhoog niet en let's make farming great again!